Lobisiewa en nog zo'n jonge Noorse. Met deze vrouw, Lobisiewa, die komt hier eigenlijk voor die 500 en een beetje voor de 1500 meter. En dit is Njatu, pas 18 ook. En Lobisiewa is, als je kijkt naar de afgelopen 4 jaar, is eigenlijk alleen maar slechter gaan schaatsen. Eerlijk is eerlijk. Haar beste Europees kampioenschap was het jaar dat ze debuteerde, werd ze 6e. Het jaar daarop 13e, het jaar daarop 10e. En vorig jaar was ze er niet eens bij. Ja, dit jaar de toenpersoet. Dat is voor haar belangrijk, de Russische, de binnenbaan. Ja, ze stond niet stil. Ja, ze zakt ook langzamer in. Valse start, wit, binnenbaan. Maar dit is allemaal het nadeel van Irene Wüst. Die zit al op het bankje. En bereidt zich voor de laatste rit. En zo leidt Erbanova, jonge Tsjechische met 39-54. Staat Šíková, Rusin op plaats 2, 500 meter. De jonge Bukko op plaats 3. Het zijn allemaal jonge vrouwen, top 3 op dit moment. En Van Deuten komt inmiddels naast het podium op de 4e plaats op de 500 meter. Maar ze houdt de aansluiting voor het klassement. Nogmaals Lobisiewa en Njatu. Ja, toen zakte hij weer snel in. Veel sneller dan Lobisiewa. Nu is het zaak om die kniehoeken zo snel mogelijk omlaag te krijgen. En te gaan schaatsen. Lobisiewa 11-16. Beide vrouwen specialiseren zich toch op de middenafstanden. Ja, terwijl Njatu wel potentie heeft op die lange afstanden. Reed daar haar beste klasseringen bij de week junioren. Op die 3 kilometer. Lobisiewa normaal gesproken 39. 39-54 de beste tijd nu. En 39-81 daarmee is Lobisiewa sneller dan Van Deuten komt. Maar eindigt niet in de top 3. En Njatu met 40-58. Persoonlijk record. Ja. Met 800ste. Je ziet wel, 2 Noorse jonge vrouwen rijden persoonlijk een record op de 500 meter. Dan zit je lekker in het toernooi. En die Nooren hebben jarenlang geen goede vrouwen gehad. En we moeten leunen op Hoogli en Mari Hemmer.